guys, en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Ik ga weer lekker vloggen en ik ga gelijk door naar het strand. Het is bijna 10 uur en ik heb met vriendinnen van mijn oude klas afgesproken. Super gezellig, we gaan naar Castricum aan Zee. Ik heb mijn strandoutfitje al aan, broekje eronder. Roos die komt me straks ophalen en dan gaan we lekker naar het strand. Morgen wordt het ook echt 38 graden. Ik heb geen idee wat ik dan ga doen, maar ja, dat zien we dan wel. Goedemorgen guys, het is vandaag, wat voor dag? Woensdag, 9:55. Ik heb me helemaal omgekleed. Ik heb nu dit jurkje aan van Rough Studios. Tasje van Nuno en nieuwe sandalen van Notre V van Omoda. Even mijn sieraden omdoen. Ik ga nog even heel snel wat eten. En dan gaan we met die meiden richting Bloemendaal. Ik moet even een foto maken van het jurkje voor Omoda. Dus ik ben helemaal opgetut en zo. We hebben gereserveerd bij Republiek. Vorige keer zaten we daar ook. Het is echt super mooi. Daar kan je ook goede foto's maken. Dus ik hoop dat dat gaat lukken. Ik ga even wat eten, tanden poetsen, een pakketje ophalen en dan richting station. Goedemorgen guys, het is vandaag dinsdag en ik heb echt al heel lang niet gevlogd, sorry. Maar ik heb een pakketje binnengekregen. Ik heb namelijk shellac besteld, zodat ik thuis gelnagels kan zetten. Vet leuk, het was wel echt heel duur, €200. Maar ik zal wel even laten zien wat er allemaal in zit, want ik was laatst naar een salon om mijn nagels te doen en dat was €50 voor alleen mijn voeten, dus dat vond ik best wel duur. Maar ik dacht, waarom bestel ik niet gewoon wat, dan kan ik het zelf doen. Gewoon in één keer heel veel. Dit is wat erin zit. Ik heb gewoon zo'n hele starters kit besteld. Ik ben trouwens ook Love Island aan het kijken. En er zit ook een lamp bij. Oh, hij is echt mooi. Ik vind het ook gewoon leuk om mijn eigen nagels te doen. Ik heb er een tijdje geleden ook best wel veel video's over gemaakt. Die worden ook nog steeds bekeken en ik krijg er ook nog steeds reacties op. Maar dat was echt met acryl en ook met gel, maar dat was van AliExpress allemaal. Dit is een draadje. Ik weet niet waarom ik wil zeggen. Chill. Oh, ik vind het echt leuk. Oké, dit is alles wat erin zit. Echt heel veel. Allemaal spreetjes, een vel, nog een vel. Ik heb zo'n set gekocht met 8 kleurtjes erbij. Ik dacht, ik doe het meteen goed. Ik heb bijna alleen maar nude kleuren, want dat is het enige wat ik draag. Hier een base en topcoat. Oh my god, er zit zoveel in. Bokkenpootjes. Oh ja, dit is ook chill. Zo'n nagelwiel, die zal ik wel eerst even doen. Dan kan ik ook gelijk een kleur kiezen. En nog dit. Oké, en nog een boekje. Oké, mijn hele tafel ligt gelijk vol. Oké, ik ga denk ik eerst even dat boekje doornemen. Hier zat echt alles in. En het wieletje vullen met alle kleurtjes die ik heb besteld. Ik heb echt alleen maar nude kleurtjes. Hoewel heel mooi. Deze. En dit is van een ander merk, geen idee. Oké, ik ben inmiddels al even bezig. Ik heb mijn eerste hand al bijna klaar. Ik wilde gewoon eerst even die doen voordat ik het ging filmen, voordat het al fout ging. Maar hij zit nu in de lamp. Ik heb nu eentje met glitter en deze kleur. En ik heb alle kleurtjes hierop gedaan. Dit is wel maar één laagje, dus je ziet het, ja, je ziet het op zich wel goed. Maar ik heb nu op mijn handen 3 lagen. Oké, dit zijn mijn nagels. Dit zijn 3 laagjes. Ik moet alleen nog even een topcoat opdoen. En ik heb dus hier een glittertje gedaan. Oh, ik vind het echt heel mooi. Ik hoop ook dat het lang blijft zitten. Oh, ik ga echt zoveel geld besparen, denk ik. Ik hoop ook dat mijn nagels een beetje hierdoor gaan groeien. Op zich is mijn duimnagel altijd wel lang. Maar de rest van mijn handen niet.
Oké, mijn nagels zijn klaar. Ik besef me alleen nu dat ik misschien wel iets diversere kleurtjes had kunnen kiezen. Want ze zijn best wel duur, die lakjes. Maar ja, maakt niet uit. Ik vind nude sowieso best wel mooi. Maar voor vakantie of zo had ik misschien wel iets van een knalroze kleurtje kunnen kiezen. Maar het is echt goed gelukt. Ik vind het echt heel erg mooi. Ik hoop ook dat mijn nagels ook wat langer groeien, zoals ik al zei. Cilla die blijft vanavond hier eten. Ik zie dat ik mijn ondermascara niet heb gedaan. Ik heb trouwens net een hele lijst gemaakt voor het inpakken van mijn koffer. Dus ik denk dat ik daar ook een aparte video over ga maken. Met handige tips en zo. Ik ga denk ik even mijn kamer opruimen. Iets van een indeling maken voor al die nagelspulletjes. Ik vind het helemaal geweldig. Ik hoop niet dat dit een impulsieve actie was en dat ik het een paar keer doe en daarna nooit meer. Ik ben gewoon benieuwd hoe lang het blijft zitten. Ik vind het echt heel mooi. Ik heb ook een wit kleurtje besteld, want ik had op mijn tenen. Laatst in de salon had ik dus witte nagellak gedaan. En dan kan ik dat gewoon bijwerken. Dus daar heb ik over nagedacht. Maar over die andere kleuren niet echt heel erg. Hey guys, het is vandaag zondag. En Joe en ik die hebben ons helemaal omgekleed, want we gaan naar Joy. Ik heb dit aan. Corset van Naked. Nee, ik heb eigenlijk alles van Naked aan. Belly chain ook. Broek ook. En mijn schoenen zijn van Zara. Ik heb een top van de Bershka. Die is wel op mijn achterkant. En broekje van Zara en schoenen, doeks. Dat was. Ik heb vieze poep onder mijn schoen. Hey guys, het is vandaag dinsdag en ik ben vrij. Ik was gisteren aan het werk. Ik heb na Joy ook eigenlijk niet echt heel veel meer gefilmd. En het is echt stom om mezelf elke keer te verantwoorden. Maar ik voelde gewoon echt de afgelopen weken niet heel erg de behoefte om te gaan filmen. Ik weet niet, ik hoop dat het een fase is. Want ik vind het vloggen en zo vind ik wel altijd heel erg leuk. Het is natuurlijk ook mijn werk. En ik vind het nog steeds heel erg leuk. Maar het is meer gewoon dat ik niet altijd alles wil filmen. Ik deel natuurlijk best wel veel van mijn leven op internet. En nu ik een stukje ouder word, hecht ik daar meer waarde aan, heb ik het idee. En wil ik het daarom denk ik minder delen. Maar ik ga straks wel een video opnemen. Ik ga namelijk mijn koffer inpakken, want ik ga volgende week naar Ibiza. En ik heb er echt zoveel zin in. Deze zomer zijn we echt vet laat op vakantie. We gaan begin augustus op vakantie. Voorheen ging ik altijd echt begin juli. Maar ik heb natuurlijk wel gewoon lekker gewerkt en zo. Dus dat is ook wel chill. Maar ik weet niet, ik heb er wel echt lang naartoe geleefd. Dus het heeft allemaal wat langer geduurd. Maar wel echt hopelijk het wachten waard. Maar ik ga straks een koffer inpak video opnemen. Waarin ik ook een paar leuke items van Naked laat zien. En een paar tips deel voor het inpakken van je koffer. Ik weet nog niet hoe ik het ga doen. Waarschijnlijk wordt het echt een chaotische video. Maar ja, ik hoop ook dat jullie mij trouwens een beetje begrijpen waar ik nu sta. Ik word ook een stukje ouder. Ik weet niet of het daaraan ligt. Misschien is het gewoon een fase. Ik heb geen idee. Misschien zit ik ook maar wat te lullen. Maar ik ga nog even mijn camera opladen. Ik zie dat die bijna leeg is. En dan ga ik denk even de video voorbereiden. Want het is wel handig om te weten wat ik van plan ben. Ik weet niet wat het is, maar boodschappen doen als je midden in de stad woont voelt gewoon als een sport. Ik doe wel even een snelle boodschappenshoplog. Bolletjes, sponsen, vega gehakt, roerbakmix, banaantjes, overgroenten, yoghurt, mango, stroopkoeken, kwark, wc-reiniger. Custardcakejes, schoonmaak- of afwasmiddel, garland en zoete aardappels. Dit alles bij elkaar was €23,57. Best netjes. Ik heb net ook een baan gehuurd om te padellen vanavond. Ik ben echt benieuwd. Ik heb dat dus nog nooit gedaan, maar het lijkt me wel echt heel erg leuk. Ik ga nu denk ik even een filmpje kijken, want ik heb geen idee hoe dat moet. Ik heb echt heel erg lang op tennis gezeten, dus zoveel moeilijker zal het niet zijn, denk ik. Padel spelregels. Ik heb net even de was opgevouwen. Het is echt chaos buiten. Ik weet niet of je het hoort. Maar ik ga even bij de buurvrouw de plantje water geven. Want ze is op vakantie. Guys, het is vandaag donderdag en ik heb net twee pakketjes opgehaald bij DHL.
Ik had namelijk wat dingetjes bij Shein besteld voor vakantie. En ik ga straks die koffer inpakvideo afmaken. Dan kan die morgen online. En verder heb ik vandaag echt weinig plannen. Vanavond even een drankje doen met die meiden van Ibiza. Oh, deze is heel leuk. Dit zijn de mouwtjes. Oh, heel leuk. Ik ga hem even aan doen gelijk. Oké, dit is hem. Je moet even die BH wegdenken. Heel leuk. Dan heb ik nog een off-shoulder topje. In het roze. Oeh, deze is ook heel leuk. Die kleur is echt mooi. Die kwaliteit voelt wel iets minder. En dan heb ik ook oorbellen besteld. Waarschijnlijk echt super slechte kwaliteit. Maar voor feestjes vind ik dat altijd wel leuk. En ik kan ook niet zo goed tegen zilver. Dus voor een avondje is het prima. Ik heb alleen maar dingen met lange mouw uitgekozen. Niet heel handig. Deze top. Met een open rug. Die moet je zelf strikken. Ik ga het allemaal niet aan laten zien hoor. Jullie zien het allemaal wel in de Ibiza vlogs. Die had ik echt heel anders verwacht. Maar oké. Jurkje. Jul had 2 telefoonhoesjes. En ik had zo'n travel ding gekocht voor me. Oh, ik kom echt niet uit mijn woorden. Voor mijn koffer. En deze als laatst. Waarschijnlijk zie je er helemaal niks van. Maar wel heel leuk. Ik heb het heel warm. Goedemorgen guys. Het is vandaag vrijdag. Het is 9:50 en ik ga zo werken. Ik heb net al een zwangerschapstest gedaan. Want ik moet voor Roa Cutane elke maand testen. Maar dit was de laatste keer. Dus ik mag... Wanneer is het? Woensdag moet ik naar de dermatoloog. En dan mag ik waarschijnlijk stoppen met Roa Cutane. En ik ben zo blij met het resultaat. Zoals je misschien weet, ik had echt heel erg last van acne. Vooral hier, allemaal weg. Dus ik was net even naar de dokter. Ik ga nu even mijn werktas inpakken. Nog even een broodje halen. En dan ga ik werken. En ik ben zo blij dat het klaar is. Ik ben er gewoon echt... Het heeft een half jaar geduurd. Op zich ging de tijd wel echt super snel. Maar ja, ik weet niet. Ik ben toch blij dat ik dan weer alles kan doen. Ook gewoon met drinken en zo. En in de zon zitten, dat soort dingen. Ik ga lekker werken. Ik zie jullie daarna waarschijnlijk. Zo, ik heb net gewerkt. Lekker pakezeltje ben ik. Ik heb ook gelijk even een pakketje opgehaald. Ik zal hem even openen. Ik had namelijk op Vinted allemaal leuke dingen besteld. En ik weet niet wat het is. Die mensen in Frankrijk, die hebben echt leuke kleding. Dus dit komt ook uit Frankrijk. Het duurde ook wat langer voordat het binnen was. Helemaal in een zak. Oh, heel leuk. Het is een jasje. Ik doe hem gelijk wel even aan. Ik hoop niet dat dit te klein is. Het is wel een 36. Heel leuk. Oh, hier ben ik echt blij mee. Ik was echt op zoek naar zoiets. Hij was wel iets duurder. Hij was volgens mij 125 of zo. Ik ken het merk ook niet. En dan heb ik nog dit jurkje van Ruff Studios. Misschien met een riempje of zo. Deze. Met ruffles. Het zat in een 3-pack met die jurkjes. En deze van Shein. Oké, leuk. Vanavond naar een feestje, dus ik ga even kijken of ik hier iets van aandoe. Ik ben echt blij met het jasje. Oké, ik heb me gelijk even omgekleed. We gaan naar een strandfeestje. Het lijkt echt alsof ik in deze week vlog alleen maar naar feestjes ga. Maar het is natuurlijk een samengevoegde vlog van 3 weken. Dus ja, ik film alleen de dingen die leuk zijn. Ik heb dat jasje aan. Topje van Naked. Broek van Stradivarius. En mijn Serenijns. We gaan eerst even bij onze ouders eten. En daarna naar Bergen aan Zee. Hey guys, het is vandaag woensdag. En ik ga morgen op vakantie. Ik heb nog een pakketje binnengekregen van Chiquel. Ik ga het gelijk even aantrekken om te kijken of ik het meeneem. In de koffer. Ik ben echt de laatste dingetjes een beetje aan het regelen. Ik ben net ook naar het Kruidvat geweest. Oeh, deze is heel leuk. Oh, dit is top. Oké. Ik trek het even aan en laat ik het zien. Ik heb ook een kortingscode trouwens. Zet ik even hier in beeld. Kan je gebruiken voor 20% volgens mij. Oké. Oh, ik ben echt blij dat dit echt op tijd binnen is gekomen. Dit is dus een bikini. Die heeft leuk, die bandjes hier zo. Heeft die ook hier. Oh, hier ben ik echt heel blij mee. Dit zit echt heel mooi. En dan deze blouse. En lekker lang. Oké, en dan heb ik nog deze top. Ik weet niet helemaal wat ik hiervan vind. Ik vind het best heftig. Ik heb er geen BH onder. Ja, ik weet niet. Het is ook best wel een dikke stof. Hij is wel heel erg leuk, maar ik weet niet of ik dit zou durven dragen eigenlijk. Oké, het huis is een bende. Morgen gaan we op vakantie. Ik wil terugkomen in een schoon huis. Dus
Ik ga even deze bende opruimen. Jules aan het werk. Ik ga denk een timer zetten of zo. En dan van een uur. Ik zag het laatst op TikTok. Leek me best handig. Dat je zoveel mogelijk dingen doet in een uur. Moet ook nog even een wasje draaien. Dus ik denk dat ik dat ga doen. Ik heb trouwens gisteren mijn wenkbrauwen weer gelaminate. En ik heb zo'n AirTag gekocht. Mega handig. Ze waren overal uitverkocht. Maar ik was gisteren met Zoe. En die woont in Haarlem. En die ging hem ook ophalen. En toen zag ik dat ze daar nog hadden. Dus toen heeft zij hem voor mij meegenomen. Super chill. Maar ik ga nu even opruimen. En ik ga mijn camera opladen. Want die moet morgen mee. Stress. Dit is trouwens echt een lange vlog geworden. Van 4 weken geloof ik. Oké, ik heb niet de beste dag uitgekozen om te gaan schoolmaken. Het is 25 graden hier binnen. Ik heb ook lange mouwen aan. Ik ga straks even wat anders aandoen. Ik ga nu de vlog bewerken. Zodat die dinsdag online kan. En dan ga ik vanaf morgen tot en met volgende week donderdag vloggen op Ibiza. En dan komt die dinsdag volgende week online. Snap je het nog? Zo niet, dan zie je het vanzelf wel verschijnen. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Verzamelvlogje. Ik denk dat dit gewoon het nieuwe ding wordt. Een verzamelvlog waarin ik alleen de leuke dingen doe. Of nou ja, de leuke dingen laat zien. Vond je het leuk? Laat even een reactie achter. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij de volgende video. Doei!